Dus welkom. Superleuk dat je hier bent. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar nee. Harry had natuurlijk ook een hele mooie studio met een groot raam. Ja. En dan kon hij uitkijken op nou ja, waar jullie aan het inzingen waren. Ja. Waar was het? Hoe ging je daar naartoe? Kun je dat een beetje beschrijven? Ja, ik ben zoals je misschien wel weet Rotterdamse. En de studio is in Nederhorst Den Berg. Ja. Dat is dan anderhalf uur rijden. En ik wist altijd, dan ga je anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. En als je maar een paar nummers had, dan ben je soms binnen 20 minuten alweer klaar. Ja, dat ging het zo heel snel? Ja, want je mocht het eigenlijk vaak. Maar ik zorgde natuurlijk dat ik beslagen ten ijs kwam, want ik wilde de maestro niet teleurstellen. Dus dan mocht je het één keer zingen en dan zei ik, dacht ik, god, nou alweer terug. Mag ik nog een keer? En dan zei hij, nee, want dan ga je zingen. Ja. Dat mocht niet. Dat moest niet. Ten strengste verboden. En Nederhorst en Berg was een hele erg leuke locatie. Want dat is naast zo'n heel pittoresk, enorm pittoresk kasteeltje van Maarten Toonder. Waar Maarten Toonder zijn studio had. En die studio's in Nederhorst van Harry, dat was eigenlijk een soort van, ik meen in dat dat in de stallen was. Dat, links had je dan de grote studio. En rechts had je de kleinere, denk voormalige stallen. Waar we dan, als je mazzel had, als je op een goede tijd kwam, mocht je ook lunchen daar. Met Harry. Vond je het leuk? Heel leuk. Ja? Was dat ook waarom je stiekem de tijd ook een beetje wilde rekken? Of was precies. Het omdat je het anders gewoon zonde vond voor, ja, voor alle de reistijd? Alle twee. Ik wilde gewoon lekker wel even met Harry kletsen. Ja. Omdat het een heel niet dat Harry nou zoveel ging vertellen over zichzelf, want dat deed hij niet. Harry was, dat zal je wel van iedereen gehoord hebben. Een ontzettende bescheiden, lieve man. Ja. Maar het werd, hij vertelde niet veel over zichzelf. Nee, en hij had zo'n keur. Hij praatte altijd zo keurig. Ja, ja. En ja, ik vond het natuurlijk een hele eer dat ik zijn überhaupt met hem mocht werken. Ja. Met Hoe de grote dat? Maestro. Je stond dan beneden. Stond hij altijd boven vanuit zijn controlekamertje? Of ja, hij zat altijd boven. Maar even uitvertellen, dat ik was er trots op om met hem te mogen werken. Dan had je 2 of 3 liedjes gezongen. En dan, dan kon je wel eens op huis staan. Dan zei ik, lunchen. En ja, mochten we dan daarnaast in het gebouwtje lunchen. Ja, het was zoals dit. En dan zat Harry, hier zat vaak Joost Prinsen, want die ging dat dan regisseren. Daarnaast zat Harry en zijn geluidsman, ook dus, waar hij eeuwenlang al mee werkte. En dan keek hij eigenlijk op jou in de studio neer. En hij heeft me 1 keer echt, en daar ben ik toch te trots op om het niet te vertellen, een heel groot compliment gemaakt. En dat kreeg ik van Joost Prins door, want die zat daar. Toen keek Harry naar mij, die daar beneden stond in te zingen. Toen zei hij, die is te laat geboren. Ah. Dat vond ik heel fijn. Ja. En dat heeft Joost aan mij verteld. Ja. En waarom, ik snap het wel, maar waarom vond je dat zo fijn? Nou ja, een van mijn grote voorbeelden is Connie Stewart. En ik hoopte, ik heb nooit gevraagd, vind je dat net zo goed als Connie Stewart? Maar ik hoopte dat hij door te zeggen, die is te laat geboren, mij ook zoiets bedacht, zeg maar. Nee, groot compliment. Dat weet ik niet, ik heb het hem nooit durven vragen, maar ik vond dat dit compliment al meer dan genoeg. Ja. Gaf hij feedback? Zei hij, zo moet je het doen? Want je noemde net al van niet zingen. Nee. Zei hij dat bijvoorbeeld tegen jou? Niet hij had, je kreeg altijd, want zo ging het. Je kreeg de bandjes opgestuurd. Die had hij dan op zo'n, ik noem dat altijd zo'n tafelneukertje opgenomen. Met de piano. Geen goede kwaliteit. Geen goede kwaliteit. Ik heb ze bijna allemaal bewaard. Echt waar? Ja. Oh, wat heerlijk. En dan zong hij dus de liedjes in. En dan zorgde je gewoon dat je die heel goed leerde. Ja. Soms was er wel eens een noot die je niet te pakken kon krijgen. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja? Ja, dat vond ik vreselijk. Want dan moest Harry naar beneden komen om aan de piano het voor te doen. Ja. En ik vond het heel vervelend om die man zo'n kostbare tijd in beslag te nemen, zeg maar. Dat zou hij niet zo hebben gezien. Nee, maar ik. Ja. Zaten er dan moeilijke nootjes in? Ja, soms zijn er hele erg verneukeratieve dingetjes. Je denkt, zing je zo weg? Maar dan is het ineens dat je denkt, hè? Dat merk je ook wel als je de liedjes mee gaat zingen. Ja. Mijn kinderen zijn daarmee opgegroeid, die zingen ze allemaal wel mee. Maar soms zitten er van die gekke. Voorbeeldje noemen is misschien lastig, hè? Of iets? Ja, ik zing De Bij in Tivoli. En dan moet ik heel even kijken.
Dat heb je ooit gezongen met? Met Ellen. Ja. Ellen Peters. Ja. Maar wat als je aan bloemen en je houdt niet zo van bijen. Alleen van bloemetjes die met je bloeien in de weien. Zo heerlijk naast je geuren en je kunt er... Nou, zie je, dan ben ik hem weer vergeten. Ja. En je, zo heerlijk met je geuren en je kunt er maar niet bij. En nooit eens als man en vrouw gezellig samen kunnen vrijen. Nou, dat is echt best wel pittig. Ja. En het lijkt zo makkelijk, maar dat is het niet als je het, terug hoort. Nee. Nee. Had je er moeite mee? Nee, want ik zorg nogmaals, ik ben een perfectionist. En je was ook fan. Dus ik, en fan. Ja. Dus ik zorgde wel dat ik goed beslagen ten ijs kwam. Maar soms had ik het gewoon verkeerd geleerd. En, als, en dan krijg ik de scheidszenuwen. Want als ik één keer iets verkeerd leer, dan kan ik het er bijna niet uitkrijgen. Ja, ja. Dus dan moest Harry naar beneden komen. En dan was het... Nee, het is ta-di-da-da-da-da. Ja. Oh ja, oké, doe maar. Dan gaan we aan mijn ramen. Ta-di-da-da-da-da. Ja, ja, ja. Nee, 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 het geeft niks voor lieverd. Het is ta-di-da-da-da-da. Ja, oké, ik heb hem. Ja. Ta-di-da-da-da-da. Heel lief. Oh, altijd. Volgens mij is Harry... Ik weet uit de podcast van Gijs Groenteman dat hij één keer kwaad is geworden op Eli Asser. Maar verder heb ik nooit iemand horen praten over kwaad. Ja, ze had gewoon alle geduld om je er doorheen te loodsen. Ja. Een ander liedje, heel leuk liedje, wat jij zingt, is Zomer in Scheveningen. Scheveningen. Dat is een zielig liedje. Ja, maar wel goed. Ja, het is mooi geschreven. Heel mooi geschreven. Ja. Weet je door wie het is geschreven? Is het Jos Verstegen geweest? Weet jij dat? Jij weet het allemaal. Ik weet het niet uit mijn hoofd hoor. Ja, Jos Verstegen. Jos Verstegen. En we gaan ook een klein stukje horen van dat liedje. Maar kun je herinneren wat je dacht toen je dit voor het eerst hoorde? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee? Nee. Ik geloof wel dat ik me kan herinneren dat ik als kwal verkleed was. Maar dat is natuurlijk het leuke bij Klokhuis. Dan sta je weer in een berenpak of in een konijnenhol te denken... Mama, wat doe je voor je werk? Ja. Dus verkleed als kwal. Mijn eerste scène was met Edwin Rutte. Is die daar? Ja, die is volgens mij nu alweer weg, maar die was er net wel. Ja, Edwin Rutte. En dat was naakt als Adam en Eva. Oh. Maar niet naakt. Nee. Maar het mag ook niet voor de kinderen. Maar wist je van tevoren wat de bedoeling was van een liedje? Of hoe die was ontstaan? Of kreeg je gewoon een liedje? Nee. Dat was dat zat in de schrijving. Maar even, het eerste liedje was dus een naakt over Adam en Eva. Het was geen liedje, het was een scène. En gelukkig had ik thuis een naaktpak. Dat had ik nog van mijn vorige voorstellingen. Die had je gewoon liggen? Die had ik gewoon liggen, ja. Dat is altijd handig. En een beetje actrice heeft een naaktpak liggen en een dikmaakpak. En Edwin die had enorm vijgenblad. Voor ze je weet wel. Geweldig. Ja. Maar over in ieder geval Zomer in Scheveningen, dan kan je niet herinneren dat je daar een opdracht of dat je wist hoe dat was ontstaan. Nee, of dat een thema was. Want dat gaat helemaal met de schrijversclub die dan bij elkaar komen. En het thema van de programma's kregen ze dan in hun schoenen geschoven, zeg maar. Van wie schrijft er vandaag een liedje over een batterij of over een kwal of over. Want dat was dan het thema. Ja. En er waren denk ik een paar bij de hand te schrijven. Zeiden, ik doe wel. Ja, en dan de wat sufferen, die kregen de restjes, zeg maar. En kreeg jij bijvoorbeeld dan eerst het liedje en daarna wist je het hele thema? Of werd je ook gebriefd over het thema en daar viel het dan? Nee, absoluut niet. Nee, wij kregen gewoon de liedjes toebedeeld. Daar hadden we ook niets over te vertellen. Geeft niks. Ik vond het allemaal prima. En dan als je bij Klokhuis kwam, dan zag je ineens die pakken liggen. Dan ging je van, aha. Ja, dat was wel. We hadden een hele grappige kostuumman, Gert-Jan Peer. Die zat daar in de spelonken van Hilversum, de studio, had hij daar met hele malle assistenten. Dus ik denk, doen die mensen daar nou? Maar oké. En daar kon je wel in de verkleedkist duiken. En als je daar zei, Gert van nee, zo, dan mag toch wel wat anders. Dan frommelde hij dat zo in elkaar. Dat was, die had gouden handjes. Heerlijk. En waarom had je hem zo hoog zitten? Ik was eigenlijk al, ik was 13, toen was juist de sneeuwzoster op de televisie. Mm. Nou, daar is het eigenlijk al begonnen. Daar bleven wij, ik woonde toen met mijn moeder op een flatje in Overschie. En daar bleven wij voor thuis. Ja. En wij waren niet de enige, want het echt, het was stil op straat. Ja, hè? Het was zo ontzettend grappig. En als je 13 bent, snapte je soms ook al de dubbelzinnigheden die erin zaten.
Ja. Omdat het ook voor volwassenen heel leuk was. En ja, dat was het knappe aan die liedjes. Ja. Ja. En de kinderen die begrepen niet wat het dubbelzinnige was. En die vonden de liedjes ook mooi. Maar de ouders die moesten gewoon giechelen. Omdat je dacht, oh, het gaat over homoseksualiteit. Of het gaat over seks. Of het gaat over... Ja. En daar, ik was al heel erg fan van Hattie Blok. En ik weet nog dat mijn vriendin Frederik Speert, jij kent haar vast ook wel, al, want die ken ik al vanaf mijn 16e. Al vanaf mijn 16e tegen mij zei, hé, jij lijkt precies Hattie Blok. Ja, 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 ja. Natuurlijk nooit weten dat ik ooit eens zelf het estafettestokje van Hattie Blok doorgegeven zou krijgen. Ongelooflijk. Dus zo heb ik eigenlijk, toen wist ik nog helemaal niet dat die leuke liedjes van Harry Bannink waren. Harry Bannink, daar had ik nooit van gehoord, want je keek natuurlijk naar Leen Jongewaard en de spelers. Ja. En maar later de man erachter. Ja, die, ja. Door die liedjes van Ja, zuster, nee, zuster, ben ik daar wel in geïnteresseerd geraakt. Ja. En het schaap met de vijf poten kwam natuurlijk ook. En Adelle Bloemendaal. En ik denk dat ik toen al wel begon te begrijpen wie die leuke liedjes had geschreven. Ja, en dat het een grootheid was. En dat hij heel groot was, ja. En dat is ook een beetje waarom je misschien zo graag bij het Klokhuis-team wilde. Ja, ik weet niet. Toen Joost me vroeg, zei ik, hé, dan wordt het tijd. Ah, maar Bannink speelde daar wel natuurlijk een grote rol. Ja, die speelde daar een hele grote rol. Dan mag je met Harry Bannink werken. Ja. Dat heb ik toch maar mooi op mijn cv'tje staan. Nou, cv, ik bedoel ook niet dat ik nou bij iedereen zeg, hey, Harry Bannink. Maar voor in mezelf, in mijn hart. Ja. In mijn hart heb ik met Harry Bannink mogen werken. Nou, mooi. Ik prijs me daar heel gelukkig mee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Even nog over, je zei net, je mocht niet zingen. Harry hield niet van zingen. Dat moet je uitleggen, want je bent een zangeres. Wat bedoelde hij daarmee? Ik ben niet echt een zangeres, ik ben een zingende actrice. Ja, ik denk dat hij verschrikkelijk goed, Loes. Jovanka. Ja, maar dat is gewoon zo. Dus ik kan me voorstellen als iemand zegt, niet zingen. Nou, hij bedoelde, het gaat in het lied, en dat is ook het goede aan Harry Bannink. Het ging hem om de tekst. Ja. Het gaat om de overdracht. Dat je het waar maakt wat je zingt. En dat je dat met je gevoel, met je hart of met je lijf, met je hele wezen zingt. En het gaat niet om om je kunsten als... Nee, ja. Dus ik begreep het goed. En boet dat dan inderdaad in aan de tekst? Of kun je ook gewoon hele goede... Ligt natuurlijk aan het genre liedje. Ja, kun je gewoon ook heel goed zingen en ook perfecte tekstbeleving hebben? Of hield hij gewoon eigenlijk vooral van een beetje een pratende stijl? Nee, nee. Het ging hem niet zozeer om het praten. Het ging hem meer over dat het gaat over de voordracht van de liedjes. Ja. Dus dat het gevoel van het liedje en niet over de kunst van het zingen. Ja, precies. Dus jij hoefde nooit eigenlijk iets meer of minder te doen. Jij begreep wat hij vond mij gewoon goed zingen, dat is prima. En hij dacht, doe maar niet over, want dan ga je misschien meer. In plaats van dat je het liedje voelt. Hij geloofde op het dat je het op het eerste moment, als je het gewoon voor het eerst deed, dat het beste was. En daarom was je binnen 10 minuten klaar. Ja, dan moest je weer anderhalf uur terug naar huis. Ja, ik snap het.